Welkom in een nieuwe vlog. Vandaag ga ik wat gaan mountainbiken met mijn supercaliber. Ik ben onderweg nu naar Leger. Ik heb me geparkeerd op Col de Longrenesse. Dat is een van de bergen van Leger, maar aan de achterkant. Dus ik moet nu helemaal rond de berg fietsen. Dan kom ik toe op de bikepark. En daar ga ik naar beneden. Ticketje kopen. En met de lift naar boven. Ja, omdat vandaag zijn we tam. Dan gaan we alles met de lift doen. Ik heb vandaag de warme bioracer shirt aan. Speciaal zomer. Het is hier echt voor het moment continu 30 graden. Dus wel aangenaam. Zeer fris. Voor de eerste kilometer dat ik gedaan heb. Zeer tevreden. Daar is daar de Mont Blanc en onze berg. En ik kom van helemaal daar. De afdaling is een feit. Plezantje. Een kleine blauw om te beginnen. Opwarming op het gemakske. Nu terug met de lift naar boven. Ik ga wel wel. Ga ik hier naar beneden naar boven. Mijn fiets doet het goed. Oh, er is daar een storm die komt. Boom, we gaan het vluggen. Mijn fiets doet het goed. Dus ga ik hier een rode proberen. We zullen zien wat dat geeft. Allee, testen. Dat is hier wel pittig, hè? Het gaat vlotjes. Al een paar afdalingen gedaan. Onder andere die rode. De fiets ging goed. Mijn band staat wel een beetje plat. Dus dat moeten we fixen.
Ja, we staan plat. Ik sta halverwege de afdaling, alles naar beneden moeten wandelen. Ik heb die pomp, die werkte niet dus. Ik ben er niks bijna opgepompt. En dus ja. Ik denk dat ik een abonnement op de platte band ga nemen. Platte banden ga nemen. Ja. Voor het moment ben ik elke dag platgevallen. Zelf op de weg. Het is hersteld, nu terug naar huis. Ja, net op tijd thuis, in de auto terug. Het is hier nu super hard aan het regenen. Het was plezant, ik heb me goed geamuseerd. Waarschijnlijk ga ik terug een keer een goede fiets huren. En echt downhill gaan en een keer goed gas geven. Nu was dat een klein opwarmingske. Voilà, als je deze video leuk vond, kun je het klein duimpje. Als je iets wil weten, laat het maar weten in de comments. En ik zie u in een andere vlog in de Alpen.